Goedendag en welkom weer bij een aflevering van Alpha Audio. Vandaag hebben wij geen audiocomponent. Eerder het hart van het hele netwerk voor een streaming hi-fi systeem, namelijk een NAS. En nou, voor degene die niet precies weet wat een NAS is, NAS staat voor Network Attached Storage. En nou, wat kan zo'n apparaat nou onder meer bestanden opslaan en benaderbaar maken voor alle computers en hi-fi componenten met streamingmogelijkheid in het netwerk. Dit keer hebben we een Synology DS1512 Plus. En de DS1512 Plus is een NAS met 5 drive bays, zoals dat heet. Dus hier kunnen 5 harde schijven in. Waarom staat er dan 1512 plus? Nou, dat komt omdat er nog 2 extension bays aan kunnen. Dat kunnen we achterop zien. Laten we maar meteen de aansluitmogelijkheden bekijken dan. Nou, hier zit de voeding en bij de 1512 plus zit die intern. En dat komt omdat er gewoon genoeg ruimte is in deze behuizing. Kijken we verder nog, dan zien we 4 USB 2 poorten. 2 LAN-poorten, nou, dat zullen we straks uitleggen. 2 eSATA aansluitingen voor de extension bays. En nog 2 USB 3 aansluitingen. En dat is wel zo handig, want als je een backup maakt, dan kan dat behoorlijk wat tijd innemen via USB 2. USB 3 is 10 keer zo snel, dus dat schiet dan wel lekker op. Voorop helaas helemaal geen aansluitingen, want bij de 412, 411 plus die wij hebben, zit wel voor op een poortje. Wel een statuslichtje, een LAN-lichtje, een alert, mocht dat nodig zijn, en een aan- en uitschakelaar. Nou, wat zit er nou intern? Deze 1512 plus draait op een Intel Atom D2700 en die doet zijn werk op 2,17 GHz, wat behoorlijk vlot is. Het is in ieder geval ruim krachtig genoeg voor een NAS. Nou, de Atom D2700 heeft 2 rekenkernen die elk 2 threads hebben, dus dat zijn 4 threads in totaal. Er zit 1 GB RAM in, uitbreidbaar tot 3 GB. Nou, dat is ook ruim voldoende voor degene die veel gaat doen met deze NAS. Bijvoorbeeld een website hosten, downloads doen via nieuwsgroepen of torrents, streamen. Er zit een audio streaming applicatie op. Ja, je kan er eigenlijk alles mee. Heel simpel gezegd is dit een complete server in een klein huisje. De meeste mensen zullen er gewoon hun foto's, muziek, video's op gooien en dit streamen door het hele huis. Ja, daar is de DS1512 Plus uitermate geschikt voor. Zoals ik al zei, we hebben de 411 Plus hier in het netwerk staan en daarop hebben wij ook al geruime tijd de DSM4 software staan, Disk Station Manager 4. En dat is software die gewoon heel makkelijk is in gebruik en heel makkelijk uitbreidbaar is met packages. Deze 1512 Plus is nog een stuk sneller en wat deze vrij uitgebreid maakt, en we hadden al beloofd dat we daar terug zouden komen, zijn de 2 netwerkaansluitingen. Ja, de voorganger, de 1010 Plus, had dat ook. En die daarvoor, de DS508, had dat ook. Wat kan je nou met 2 LAN-aansluitingen? Nou ja, de meeste consumenten zullen het niet doen, maar je kan deze NAS in 2 netwerken hangen. Of je kan fallback gebruiken, wat wil zeggen als er 1 router uitvalt, dan valt hij terug op de andere. Of je kan link aggregation toepassen, wat wil zeggen dat je de bandbreedte verdubbelt. Nou, nu zijn er maar heel weinig switches die daarmee overweg kunnen, en ook heel weinig routers. Dus dat zullen niet heel veel mensen kunnen toepassen, tenzij ze een zakelijk netwerk hebben. Net zoals fallback overigens. Maar wat je wel kan doen is bijvoorbeeld 2 netwerken hebben liggen. Eentje voor het kantoor, eentje voor de rest van het huis. En dan kan je ze in beide opnemen. Dat maakt het wel handig. Het zegt ook meteen waar Synology deze NAS positioneert. Het is eigenlijk gewoon een MKB-product. Hij is ook €720 zonder harde schijven en daarmee niet echt heel goedkoop. Er zijn veel goedkopere alternatieven en wij verwachten niet dat heel veel mensen deze NAS gaan kopen. Wat wij wel heel erg waarderen is de uitbreidbaarheid. Dus je begint met 5 drive bays, daarna kan je er nog extension bays aan hangen.
waardoor je niet weer een nieuwe NAS moet kopen als je uit de ruimte komt. Hij accepteert 4 terabyte schijven, dus er kan 5x4 terabyte in, 20 terabyte. Maar met RAID 5 gaat er altijd één schijf vanaf. Dus zeg 16 terabyte hou je over, maximaal. Met 2 extension bays erbij komt er 32 terabyte bij, dus dan zit je op 48 terabyte. Nou, dat zal niet heel snel vol zitten. Wij denken dat we hiermee in ieder geval een goed idee hebben gegeven van de Synology DS512+. Vindt u dit dan niet genoeg? Dan is er nog een DS1812+. En die heeft in wezen hetzelfde hard, dus ook een Intel Atom D2700, 1 gigram uitbreidbaar, etcetera. We danken u hartelijk voor het kijken en tot de volgende keer. Tot ziens.